Dus Day heeft deze kan ik. Gewoon verder doen. Zeker, maar Day heeft Dat gaat echt. Goedenavond. Welkom bij de Vreemdeling aflevering. Welke aflevering zitten we nu? 41, 42? 42. 42. We zijn bijna bij die 50 mark. Ja. Ik zei, ik wil er gewoon 150 zien op het kanaal. Dat is nog wel even. Maar we doen dat wel. We hebben in één jaar ongeveer 40, 50 afleveringen geschoten. Dat is niet makkelijk zo elke week. Ja, we zien dat niet mag. Nee. Niet dat ik ben. Zijn we vandaag een beetje te laat gekomen? Klein beetje eigenlijk. Het is eigenlijk mogelijk te laat. Ik thuis. Ja, om 3 uur. 3 uur. Ik wou nog gamen. Weet je wat er is gebeurd? Ik heb mijn eigen zoon betrapt. Ik dacht nee. Dus je te ver aan gaan. Dus, we hebben vandaag een gast over de vloer. Eindelijk is een vrouw. Zwaar. We hebben heel veel reactie gehad. Hey, misogynist dat jullie zijn, of seksisten. Hm. Waar blijven die vrouwen? We hebben daar nu... Eigenlijk van de 40 hebben ze daar nu. Dit is de derde. Maar eerlijk gezegd was dat niet nooit de bedoeling van, we willen geen vrouwen. Nee. Hoe komt dat? We moeten daar ergens over praten. Hoe komt dat? Onze interesses misschien. Ik weet dat niet. Ik denk dat voor de hand liggender is gewoon. Of ik weet dat niet. Wat? Ik denk zeggen dat vrouwen geen plaats hebben? Nee, maar bijvoorbeeld, we hebben politiekers... Nee, dat is niet waar. Heb ik helemaal niet gezegd. We hebben politiekers laten komen. We laten zelfstandige ondernemers komen. We laten... dat is ongeveer onze coté aan de media ook een klein beetje. En tot nu toe, ik weet dat niet. Of dat lokaal is of zo, maar... Misschien hebben we schrik om vrouwen uit te vragen. Waarom? En zo, misschien wel, ik weet niet. Maar alles gebeurt toch via Jens, via mail en zo. Dat is allemaal. Ik heb daar geen schrik voor. Jens heeft daar ook geen schrik voor, denk ik. Dus bij deze, Rafael, bedankt dat je bent gekomen. Met plezier. Misschien zeggen van waar je bekend zit, of van waar mensen je zouden kunnen kennen. Ja, ik denk dat de meeste mensen mij gaan kennen van. Hoe komt dat? Wat? Is het te luid? Ah nee, wacht, praat eens. Hallo? Sorry. Nee, dat hoeft het niet. Maar maakt niet. Dus van waar kennen de meeste mensen? Ja, ik denk dat de meeste mensen mij wel zullen kennen van Love Island. En ja, ik denk dat er niet veel meer is om te zeggen. Dat is gewoon eigenlijk van Love Island, want ervoor was ik niet. Wat is dat eigenlijk, Love Island? Ik zweer, ik weet dat niet. Ik ken alleen Temptation een beetje. Dat is deftiger als Temptation. Deftiger? Ja, dus ik zou nooit aan een Temptation mogen meedoen van thuis of zo. Maar Love Island gaat eigenlijk op zoek naar je ware liefde. Ah, en okay. Je ziet in het begin met 5 jongens, 5 meisjes. Dan komen er continu meisjes en jongens bij. En moet je eigenlijk zien of dat de persoon bij wie dat je bent wel je perfect match is eigenlijk. En als die niet lukt, mocht je dan een andere kiezen? Van de ja, ja, er zijn om de... Dat was om de 3-4... Dat was wel savages, een beetje. Om de 3-4 dagen was er zo een... Ja, een moment dat je een nieuwe partner mag kiezen of bij je partner mag blijven. En dan ja, mocht je uiteraard ook voor iemand kiezen, iemand anders. Maar je voelt dat ook wel een beetje aankomen. Ja. Als je goed met iemand ziet, gaat hij niet ineens remmen iemand anders kiezen. En is dat het geval geweest bij je? Ja, ik heb het ongeluk gehad eigenlijk. Bij ons was het eerste jaar dat gebeurt in de seizoenen in Amerika. En in het Verenigd Koninkrijk wel al, dat er zo'n Casa Amor komt. Brazilië heeft ook Love Island, denk ik. Nee, wel ze zijn Gran Canaria. Zij hebben een eigen... Amerika heeft een Love Island. Engels is wel, en Brazilië heeft een Love Island. Er zijn branden nu. Ja, dat is waar. Ik was er in juli. Dat is Palmas. Dat is zelfs als Gran Canaria. Nee, totaal. Nee, Gran Canaria. Ja, okay. Er zijn zeven Canarische eilanden of zo. Dat is een mooie plaats. En zo'n... Dus daar... En heb je wat heb je daarmee gemaakt? Wat was je ongeluk? Ja, dus er kwam dan een nieuwe villa met 5 nieuwe meisjes. En dan bij ons kwamen er 5 nieuwe jongens. En die van mij is gewoon mijn andere... teruggekomen. En dan heb ik gezegd, tjallas, ik ga naar huis. Hoe lang heb je daar gezeten? Een maand. En hoe was dat? Hoe was die? Want we hebben bijvoorbeeld van Temptation ook een aantal mensen. Maar Temptation is maar 2 weken of zo. Dat is veel korter. En bij ons is dat wel live uitgezonden. Bijvoorbeeld, er wordt een dag gefilmd en een dag of 2 later is al op tv. Ah. Bij hun wordt dat op een moment gefilmd en ja, dat wordt maanden daarna pas uitgezonden. Dus bij ons... Wij kwamen echt terug in... Wij hebben bijvoorbeeld niet die groei gezien op social media van hoe reageren mensen op je wijk. Okay. Je komt daarna pas terug in de echte wereld en dan weet je alles pas. Maar was dat niet dat Fabrice zei dat ze discreet moest omgaan met wie daarop was tijdens filmen? Daarom dat pas maanden later... Bij ons was dat ook. Ja, ik heb 1,5 maand mijn gsm niet gehad, denk ik. 1,5 maand? Ja. Hoe was dat, die afkick? Ik vond dat leuk, maar ik miste dat ook oprecht niet. Het enige wat ik miste is zo het advies van mijn mama of van mijn vriendinnen. Hoe oud zit je? 22. Ik heb al 2 keer familie over zijn.
Nee. Je eigen family person. Ja, mijn familie is niet zo groot, maar een heel kleine familie. Dus ik woon alleen met mijn mama en dan ben ik eigenlijk mijn tante en mijn nichtjes en zo. Maar ja, dat is wel ja, een hechte familie eigenlijk. Jullie zijn gewoon Vlaams of Belgisch? Nee, ik woon in de Franse kant van België. Is het gewoon al wel? Ja. En dus, als zo'n Dries. Die gaat mij niet leuk vinden, denk ik. Ja, we hadden dan praten over Dries. Maar, ja. Dus je zit van waar? Van Waterloo. Van bij Waterloo. De Leeuw van Waterloo. Is die daar ook Nederlands? Waarom is Nederlands zo goed? Nee, totaal niet. Dat is echt volledig Franstalig. Maar met dat, ja, mijn familie was eigenlijk Nederlands en Frans door elkaar. Dan ben ik gewoon niet Nederlands naar school gegaan. Ook puur omdat het niveau van Nederlandstalige scholen hoger ligt als die in de Walen. En zo heb ik dan eigenlijk mijn tweetaligheid, omdat ja, ik moet wel Frans praten waar ik woon, maar dan altijd in Nederland. Dan kent je Napoleon. Ja, ja, bij de Slag van Waterloo. Maar de Leeuw van Waterloo ligt niet eens op Waterloo. De Leeuw van Waterloo? Ja, dat is waar de slag was. Dat is zo het monument. Oké, maar zoveel detail. Kun je dan Waterloo zijn Napoleon? Ik kan alleen headlines. Ja, dat is het. Je broer zei me dood. Je weet, van alles een beetje, maar jij bent niet verdiept in iets. En dat is insane niet slecht, want dan weet je wel een beetje van alles. Ja, maar bijvoorbeeld... Nu bleek nog maar eens, ik heb geen dingen daarover. Geen verder dat, nee. Geen, maar geen wc laat aan. Dat is waar. Dus het kan erger. Ja, dus je doet daaraan mee. En hoe? Je waarde dan? Nee, helemaal. Want, ik heb mijn waarde niet gevonden. Zijn er mensen daar eigenlijk dat je weet van die hun waarde wel hebben gevonden en die waar die nog altijd mee samen? Er is nog één koppel van ons seizoen samen. Die hebben ook een tatoeage gezet nu met elkaar. Dus ik denk dat dat wel vrij serieus is. Maar. Die tatoeage, wat betekent dat? Als je een hele lichaam vol hebt. En waarom zijn al die influencers ook tattooartiesten? Is dat? Fabri, Pommelien. Maar dat was omdat die wel al samen gewoon werkten. En ik denk dat als je één iemand kent dat meedoet, dat die misschien gaat stimuleren om ook mee te doen. Omdat dat gewoon een groot bereik. En die weten ook wat eruit kan komen. Welke... Is dat bij jou ook het geval geweest bij de volgende seizoen? Heb jij ooit iemand voorgesteld? Er komt geen volgende seizoen van Love Island, blijkbaar, want we waren te duur. Echt? Wat? Yep. Love Island is gecanceld. Maar je kunt sowieso van... Maar ja, ik kan bijvoorbeeld... Ja, ik ken nu wel een verleider van bij Temptation. Allee, twee eigenlijk. De ene is een broer van een vriendin dat geen vriendin van mij meer is. En de andere, iemand waar ik ooit mee heb gewerkt. Ja, ik was ooit met iemand bevriend en die heeft iets gedaan bij mij waarom dat niet mijn vriendin meer is, maar die broer. Oké, wat is er gebeurd? Met dat meisje. Je hoeft niet alles te vertellen, maar... Kijk, ik was op vakantie gegaan naar Dubai en mijn ex was daar ook. En zij was dan ook zo daar gekomen en zij is achter mijn rug terug naar mijn ex in Dubai gegaan. Dus dat is zo net die persoon. Dat was dat was je vriendin. Ja, maar ik heb die gewoon overal geblokkeerd, want ik ga ook geen drama maken. Maar als jij zo'n ding doet, ja, f*** you dan. Ja, sorry. Maar je zit nu samen? Yep. En Jensen dan net, je staat met een voetbal. Met Dante van Zijr. Ik heb een vriend niet gezien op Instagram. Ja. Dante van Zijr. Waar voetbalt hij aan? Union, die heeft ook nog in Genk gespeeld. Ah, ja, oké. Ik ken die wel. Je hebt waarschijnlijk wel. Was hij niet bij Genk? Die heeft bij Genk gespeeld. En dan was hij even Mechelen. En zo naar Dante. En dan, nu is hij bij Union. Die heeft ook Rode Duivels 1 gespeeld, of kan dat? Als hij 17 was, heeft hij daar mee gezeten. Hoe oud is hij? 23. Dat was, ja. Kan nog. Ja. Heeft nog tijd. Een voetbalterm is 23. Dat is oud, want uw talentjaren zijn al voorbij. Maar je zit aan het werken naar je piekjaren toe. Ja. Maar die heeft ook al twee keer een zware blessure gehad. Dus heeft voilà, ook... daarmee misschien. Ja, bij voetbal kan dat. Dus, dat is moeilijk, man. Speciale wereld. Ja. Veel last van heel geld wel. Nu, bijvoorbeeld bij Fabrizio en zo, hè. We hadden er gepraat over dat er een druk was van de tv-producenten vanuit Temptation Island om te gedragen naar gelang hun motieven. Ik denk dat wij zo'n beachhut waren dat je zo moest gaan praten en die stelden u vragen en die probeerden wel dingen uit u te trekken, maar ja, ik denk ze kunnen er ook mee spelen. Ze kunnen bepaalde beelden aan elkaar plakken en aan elkaar plakken hoe dat ze het willen, dus uiteindelijk doen ze hoe dat ze het willen. Maar mij hebben ze wel nooit gepusht om iets specifiek te doen. Maar ik denk dat... En dat is dezelfde reden dat Love Island gecanceld is misschien. Nee, maar ik bij mij wisten ze ook dat ze dat mij niet gingen kunnen laten doen, denk ik. Zoiets. En bij anderen hebben ze dat wel... Heb je dat gemerkt? Bij anderen wel? Goh, ik heb wel zo... Uit de Casa Amor was bijvoorbeeld Gianni met Fabien teruggekomen. En dat was blijkbaar wel een beetje gestuurd van. Maar dat was denk ik ook omdat de andere villa bij de jongens hadden beelden gekregen van Eilish en andere jongen en het kus was. Maar dat was voor een spel. Eilish.
Eilish. Dat meisje dan zo. Ja, dat meisje noemde zo. En die jongen had dat gezien. Dus ik denk, als ze dan een beetje op je inpraten en misschien dat jij al het gevoel hebt van, ah, ze gaat er al met iemand anders zijn, ik wil mij niet belachelijk maken, dit, dat, ja, pakt je misschien sneller iemand mee. Maar ik denk, dat is echt een psychologisch mindgame. Ja, ook dat je gsm niet hebt, anderhalf maand. Maar het punt is, je weet niet wat er achter je rug gebeurt. In het echte leven gaat jij weten als iemand slecht over je praat of als iemand dingen doet dat jij niet zou appreciëren, maar daar... Je ziet alleen hoe een persoon tegen u doet. Ja. En op tv zien mensen alles, dus die gaan rapper een beeld vormen. Ben je gelovig? Nee. Helemaal niet? Helemaal niet. Jij zegt gewoon, daar is niks. Er is iets, maar bij mij is het zo, toen mijn oma is overleden, heb ik zo van, die had haar niet zo laten sufferen en ziek worden, als er echt iemand was. Mogen we vragen hoe? Mijn oma had... Och, ik ga daar maar weer janken, hè. Nee, maar mijn oma had eerst iets aan haar nieren. Hij heeft iets tromboses gehad en zo. En dan is hij zo beginnen aftakelen in het ziekenhuis. En dan heeft haar lichaam gewoon stopgezegd. Hoe oud was ze? 57. Oh, dat is jong. Ja, ik was 11 jaar of zo. En bij mij was dat zoiets van, als er echt iemand zou zijn dat het goed in de wereld doet, laat je iemand niet zo. En zeker niet zo'n goed persoon. Ja. En iemand dat zo belangrijk ook nu nog in mijn leven had geweest. Ja. Maar misschien... Ik denk, er is wel iets, want... Ik heb wel het gevoel dat hij zo nog altijd is en dat hij nog altijd mij zo... Bij sommige dingen zo'n beschermengel of zo. Ja, dus ik denk wel dat er iets is. Maar misschien dacht God van, ik wil de goede mensen langs mee. Meer. Maar ik ben ook niet gedoopt of zo, dus... Ik heb nooit zo... Ik ben daar niet mee opgegroeid. Iedereen zei gewoon, doe uw ding. En ik denk dat het vooral belangrijker is om in jezelf te geloven, in de mensen rondom u. En, vriendelijk zijn, geen hartjes breken. Nee. Mensen helpen. Ja. Dat is ook belangrijk. Maar ik heb wel veel respect voor mensen hun geloof. Als mensen dat wel doen, dan is dat hun ding. Maar ik Waar is een nummer één geloof? In mijn ogen? Ja. Maar ik heb daar niet genoeg kennis over bij alle culturen. Dus Scientology. Iedere moslim, jood, psychologie, altijd dat. Christendom, maar met z'n allen reizen. Maar ik denk dat dat bij iedereen gewoon anders is. Dat niemand dat zo kan zeggen, want er is een beste geloof dat is voor iedereen anders. Oké. Zwaar. Nu. Dat is waar. Je zei dat Love Island was gecanceld omdat dat te duur was. Ja. Zijn de mensen die daar zijn geweest, hebben die een check gekregen? Want ik denk met Temptation was dat niet. De winnaars hebben een check van 25.000 euro gekregen. Maar ik denk, dus met de belastingen van België blijft er niet veel van. Ja. 12k heb je over dan. En dan gaat er zeker nog 50-60% af, denk ik. Nee, als je 25 krijgt... Wordt dat gesplitst in twee. Oké, dus je hebt 12,5. Ah, echt? Ja. Dus twee personen krijgen 25 aan. Dus dat is 12,5 en dan... Ja. Wel, dat is geen slecht bedrag, maar... Als je ziet hoeveel er afgaat... Ja. Maar voor wat je doet in C, ik heb nooit meegedaan voor dat vakantie, geld. Je hebt een vakantie gehad. Maar dat was ook corona en zo nog, hè. Ik was niet op vakantie gegaan. Ik dacht, ik ga gratis op vakantie, Voor mij was dat meer een vakantie als iets anders. Ik ben nooit met de insteek gegaan van, ik ga de ware liefde ontmoeten. Want als je daarmee in je hoofd gaat, dan vind je het sowieso niet. Ja, maar dat scheelt terug iets met je. De echte, ware liefde, weet je waar je die vindt? Willekeurig op een bar ergens. Ja. Of gewoon op een café. Bij mij was het gewoon in mijn DM. Ja. DM's kan ook, bijvoorbeeld, maar het was een goede tactiek DM, om de hedendaagse bars. Hoe slide je in DM's? Maar bij mij was het ook niet echt sliding in DM's. Hij was zo op een uitreiking of zo. En mijn vriendinnen hadden een foto van mij aan hem getoond en hij was beginnen volgen. Dus het was ook niet van in de DM sliden. Het was meer gewoon toeval dat net een vriendin van mij daar werkte en dat mij liet zien. En dan... Vind je dat niet creepy dat veel jongens doen dan? Die ontmoeten een meisje? Die denken van, die zie ik wel zitten. Zonder iets te gaan zeggen, gaan ze eerst op sociale media volgen. Ja, maar ik zou nooit gaan met iemand dat mij echt oprecht eerst enkel op Instagram heeft gevolgd. Of ik zou daar nooit mee op date gaan, gewoon daardoor. Dan weet je want wel, ik weet, niks bij Dante vond ik dat andere, omdat mijn vrienden die ook hadden gezien. En dus ik wist van... Ja, en uiteindelijk, die jongen, wat heeft die van profijt om met mij te gaan? Niks, Sorry, maar... Ja. En dan jongen en... Ja, uiteindelijk zijn zusje kent ook mijn nichtje, dus het is ook niet van... Ja, natuurlijk. Maar er zit geen reden achter, want ik heb dat dan bijvoorbeeld wel als een random jongen mij zou sturen. Dus ik denk, sorry, maar als ik die volgers niet zou hebben, zou ik mij dan ook sturen. Ja. Dat heb ik dan wel. Want jij moet die gedachte hebben, want je zit op hoeveel volgers zit je nu? Maar je ziet die nog niet eens. Misschien dat je ware nog niet eens hebt gezien, omdat je zoveel DM's hebt. Ik ben dus met Dante, hè. Vroeger, hè? Vroeger, maar ik ben heel lang in een relatie geweest. Heel slechte relatie. Toxic relationships. Heel toxic. Ja, op hoeveel volgers zit je nu? 77.000 of zo? Dan moet je opletten, hè. Ja. Nee. Hoezo?
Moet je ja, opletten, er zitten niet altijd de juiste mensen tussen. Mensen komen niet altijd met de juiste intenties naar je. Dus je die mensen heb ik ook nodig, vind ik. Ja, net die wel live zeggen, kom, ik wil hier niks long term. Nee, niet dat. Het gaat om de cloud chasing. Het gaat om het cloud chasing aspect. Niet om... Oké, maat. Ja, om niks zeggen. Heb je wel gezegd. Heb je na Love Island, hè? Want je hebt daar dan niks verdiend eigenlijk. Je hebt daar alleen een goede vakantie gehad. Dus voldoende. Een maand. Maar heb je daarna daarop kunnen kapitaliseren? Ja, gewoon via die samenwerkingen en zo wel. En hoe is dat automatisch een beetje? Is dat zo van nadat je van zo'n programma afkomt, dat merk je ineens begint te sturen? Of? Ja, dat wel. Maar ik denk dat dat ook het imago is dat je daarna blijft houden. Of je dat ook wilt. Want ik denk dat er zijn een paar mensen die niet meer zoveel samenwerking hebben of doen, denk ik. Maar dat is denk ik ook omdat... Ik was misschien al een beetje in die wereld, omdat ik al aan Miss België had meegedaan. Dus ik was wel al in die modewereld of zo. En dan past dat nu ook gewoon bij mij. Maar dat is nooit in mijn hoofd geweest van ik ga hier nu... Want ik dacht ook dat dat maar een jaartje ging duren en dat dan klaar was. Maar het blijft wel duren en ik vind het ook gewoon leuk. Die samenwerkingen blijven, dus je kunt blijven daarop eigenlijk bouwen. Ja. En hoe... Want ik vind dat interessant, hè. Je zegt dat je daarop kunt leven. Ja. Hoeveel samenwerkingen doet je dan bijvoorbeeld zo? Shout-out Lipton Ice Tea, uw laatste post. Yep. Ja, sterk, met, Lipton. Ice Tea. Thomas Lipton. Oh, is dat wat Fusty gang hier? Zuid-Afrika, dat is ook een kleine fact. Uw like-to-follower ratio is wel... Ik moet ik zeggen. Ik heb Fabrie bijvoorbeeld. Die heeft 3-dubbelde volgers. Ik let erop. Maar ik denk dat dat wegvalt. Als je hoe hoger je opklimt, dat dan minder... Nee, dat is... Zij women. Dat is ook sowieso zo. Zo zal hoger op. Ja. Maar je moet ook gewoon nadenken hoe dat je post. Je moet niet elke dag een post gaan doen. Fabrie scheidt, hè. Fabrie, dat is niet Fabrie zijn main income. En ik weet niet wat. Ja, Fabrie, je ziet niet hoeveel radiopost en zo. Die doet zijn ding, ja. Die doet nu zo, hè. Mindset ding en zo. Die gaat toch nu meedoen aan de dingen? Of is dat nog niet? Ja, bachelor. Ja, Fabrie. Dat is wat ook wel. Dit is een man, hè. Wanneer iedereen denkt dat die... Ja, dan vindt hij weer iets. En in één keer gewoon bachelor van Vlaanderen. Dat is een dikke, hè. Bachelor maakt overal super populair, hè, bachelor. Ja. En hij is de bachelor van België, daarom heeft hij nog Fabrizio. Die heeft een heel sterke mindset. Maar dat is dik. Weet zeg je waarom? Niks. Bro, die heeft zich... Kijk, wat binnen 5 jaar Fabrizio gaat household name zijn. Ik vind het wel ook heel mooi dat hij met zijn kind omgaat. Dat hij dat zo niet te veel in de media wil, dat hij zo die beschermt, dat vind ik ook wel mooi. Ja. Dat hij die daar zo probeert uit te houden. Dat is waar. Dat is ook... Dat is ook niet gemakkelijk. Helemaal niet klaar voor. Okay. Ja, sowieso wil ik er wel, maar nu helemaal nog niet. Ik wil eerst, 20 en 23, maar ik wil ook zo eerst financieel stabiel zijn en eerst al dat hebben gedaan voordat ik daaraan begin. Want ik vind dat je jezelf eerst al alles moet kunnen geven voordat je aan iemand anders moet. Dat is waar. Over financiële stabiliteit gesproken, die deals, hoeveel doe je daar zo per week? Ja, dat hangt af van week tot week van de aanbiedingen. Maar je kunt ervan leven, zeg je. Zeker, je kunt de huur betalen. Je kunt woon nu nog thuis, maar als ik alleen zou willen wonen, zou ik dat wel kunnen. Maar ik zit nu nog thuis en ik zit daar goed dus. Ja. Waarom zou ik weg? Nee, ja, dat is gratis. We zijn hier niet in Bangladesh, maat. Nee, maar ik vind dat sterk. Ik zelfs van uitkering leven hier. Ja. Sandwich met kip curry, level. Niet elke dag natuurlijk, maar een beetje wisselen tonijn. sandwich met kip curry. Ja, dat is waar, maar ik vind dat sterk. Over figures hebben we het van, Rafaela. Daar ga ik mij niet over uitspreken. Ook niet over de figures. Six figures. Ik zeg helemaal niks. Ja, nou, als je maar daarna, niemand ja... in mijn omgeving weet dat ook. Ja, ik vertel dat ook gewoon tegen niemand, omdat dat is mijn ding. En... Dat is wel heel persoonlijk. En ook... ik vind niet dat dat online moet gaan staan, want dan beginnen mensen u weer te judgen voor iets dat uiteindelijk ook gewoon uw werk is. En punt. Maar ik wil daarnaast sowieso wel nog iets uitbouwen, want ik weet dat is niet iets dat nog 20 jaar gaat duren. En ik heb er ook niet nog... Allee, later wil ik ook gewoon mijn gezin hebben, een heel dag. En ik weet niet of dat gaat blijven duren, dus ik ga sowieso nog iets uitbouwen. Maar wat is uw droom? Waarvan je denkt... Dat zou ik wel doen. Ja, maar als ook, ik echt zou zeggen, wil ik gewoon zoals Kylie Jenner in zo leven, ja. Ja, maar oké. Okay, maar dat is onrealistisch, dat weet ik ook. Wij leven in België, dat gaat en zo, Kylie. Maar... Rolls Royces on Rolls Royces. Maar dat is gewoon... Dat is uiteindelijk, want iedereen zegt ook wel langs een kant, geld maakt niet gelukkig, maar... Dat is voor mij is dat echt niet de waarheid. Want als jij de financiële dingen hebt... Ik zeg niet dat je daarvoor stinkend rijk moet zijn. Hè? Maar als je gewoon jezelf al alles kunt kopen wat je wilt en je kinderen en alles gewoon kunt kopen zonder te moeten nadenken en op het einde van de maand niet moet denken van ik heb nog zoveel geld over voor mijn eten en voor mijn huren. Ja. Dat, dan word jij ook gelukkig. Maar geld maakt niet... Gelukkig, maar het helpt maakt niet gelukkig, maar dat is wel... Over wat hebben we het dan als ze kopen? Een Chanel-tas? Nee, want ik heb totaal geen Chanel-tas. Ervaringen, toch? Birken. Nee. Zware trip naar...
Suriname of zoiets. Maar ja, ook gewoon reizen en gewoon dat je je huis kunt kopen, dat je dat allemaal hebt. En gewoon dat je, ik weet niet, dat je gewoon niet moet nadenken als je iets wilt kopen. Dat is financial freedom. Dat, ik denk dat dat je wel gelukkig maakt. En met wat zou je dat willen bereiken? Zou je bijvoorbeeld een kapsalon willen openen? Nee. Zou je bijvoorbeeld een kledinglijn? Ja, ik wil met mijn online shop beginnen, maar ik ben daar nu wel mee bezig en zo. Maar dat is en zo bij de boekhouder. Op bikinis en zo dan? Nee, kleren neer. Ja, en dan daarna uitbreiden naar misschien echt zo mijn eigen dingen. Maar ik moet daarvoor eerst opbouwen naar dat. Oké. Maar je zit wel een streper. Dat komt goed. Ja, je gaat mij nooit in een bureaujob zien. Ik word knettergek. Ik kan niet mijn baas worden. Ik moet wel zeggen, als je nu 1 jaar na... Je zit nu 1 jaar na Love Island, ja. Hè? Ik weet niet... Was er een Love Island voor jullie Love Island? Ja. Dus ik zou dan kijken naar de vorige Love Island. En hoe lang heeft het geduurd voor de fell-offs... Maar ik denk dat dat ook van je eigen afhangt, voilà, hoe dat je ermee bezig blijft. En ja, je moet gewoon de mensen. Maar ja, ook actief blijven, maar je moet ook gewoon een echt persoon blijven. En mensen moeten dat nu kunnen relaten. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat je niet doet van ik ben elke dag perfect en alles gaat goed. Want mensen gaan niet haten dan als je wordt te veel flexed en zo. Ja. 10% van de volgers gaan dat vinden. Die anderen zit je kwijt. Je moet gewoon echt zijn. Mm-hmm. Keep it real. Voor jij zit geen real, jongen. Hm. Is dat zo? Soms toch wel. Is dat zo? Ik weet niet, is dat zo? Ja. Yes. Wij maken vaak ruzie, Rafael. Ja. Echt waar. Hij noemt me dik. Ik eten. En dat. Maar dat is niet terug in uw hol. Nee, ik heb... Ga terug in uw kelder. Plagen is liefde vragen. Snap je? Ik gay boy. Nee, we doen niet aan gay bashing hier. Over gay bashing gesproken, Rafael. Ja. Je hebt die... Een video van Dries van Langel gezien. Yep. Tegen Emma dan. Yep. Emma Watermans. Wagemans. Van Kaartemans. Esso Emma. Esso Kurtrug hier is ook. En Thomas. Ik heb een... hoe noem je dat? Verwisseld. Door elkaar gaan. Dat was wel grappig. Jojo. Esso naar Jojo. Esso, dat is ons editor. Dus wat vind je over Dries van Langel? We hadden het even daarover voor de show. Chapeau dat hij voor zijn mening uitkomt, maar sommige meningen moeten ook voor u gehouden worden. Je moet nog altijd mensen hun keuzes respecteren. En dat doet hij soms niet, maar voilà. Mensen niet kwetsen dus. Maar niet per se kwetsen. Maar ik snap dat als hij een mening heeft, oké, dat is zijn ding, een vrije meningsuiting, maar laat iedereen toch gewoon zijn wie dat ze willen zijn. Hij is zo fel, man. Ik denk dus, wat we net ook zeiden, Dries is vooral tegen het... hun idoliseren ervan. Of het ja, dat is een goede woord. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat meisje daar niks mee wou fout doen en dat zelf kan zijn dat ze productie heeft gezegd van vertel dat verhaal om mensen te gaan laten beseffen dat dat oké is. Want ik denk als jij zoiets op een auditie zegt, dat die gaan zeggen ik wil dat dat in de show wordt, want dan komt dat weer in de krant, in de media, in de dit en in dat. Voilà. Dat is wel de media narrative. Wij zien ook bijvoorbeeld, we hebben een reel gemaakt met Emma erin. Die is viraal gegaan. Allee, op onze schaal is die viraal gegaan. Nee, die is viraal gegaan. Heb je reels aan bellen? Wat blieft? Gebruik je reels? Nee, echt. Okay. Eerlijk gezegd, kijk, ik ga nu Sinan op zijn plaats zetten hier, want hij is aan het een beetje humble pie eten. Als je de eerste reel die je hebt geplaatst, hoeveel views heeft die gehaald? Die heeft geen. Maar, ik probeer meer TikToks. Een video dan. Dan maar niet TikTok, maar laten we zeggen een video die je op Instagram plaatst. China. Oh, ik gebruik niet echt vaak video's. Ja, dan doe ik enkel TikTok. Oké, hoeveel worden je verhalen bekeken? Laat het zo vragen dan. Maar daar ga ik ook allemaal niet op. Dat is ook een business ding, hè. Nu, Fabrice was wel heel open erover, hè. En Arda was er ook heel open over, denk ik. Arda ook. Ik denk dat dit maakt niet uit. Maar Arda fell off, broer. Waarom? Nee, dat is niet waar. Zo Arda, broer. Ik heb niks tegen. Maar als ik naar al die influencers kijk... Maar Arda is nog altijd making coin, hè. Arda is aan werk, broer, hè. Dat is niet meer maatstaf. Maar Arda is aan... Kijk, hè. Wat is uw maatstaf nu? Ik zou zeggen, Arda is letterlijk aan het werken van aan het leven van de reclame van al die shit met zijn personal training en ik weet niet wat. Hè. En die is er geld mee aan verdienen, die is er een huis mee aan het onderhouden, die is er een kindje mee aan onderhouden. Zijn vrouw wil toch ook wel verdienen en ik weet niet wat. More power to you. Op je was fell off. Als ik naar die influencers kijk, hè, is het altijd hetzelfde. Profielfoto zonder t-shirt. Kijk, flexen. Zijn die wel gelukkig? Vind je wel mentally... Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat Fabrizio daar het meest open over is.
Fabrizio is een echte. Fabrizio, om de week. Om de maar week. Ik denk niet dat wij... Een gewone mens is ook niet altijd gelukkig, maar nee, ja, wij ook niet. Ik ween ook gewoon. Niet echt. Ja, ik ben emotioneel. Ik ween als ik een filmpje van een hond zie, dus. Oh, wat? Als ik een filmpje van een hond zie of zo, zo schattig begin ik te janken. Dus ja, ik ben gewoon emotioneel. Ja. Ik ben ook emotioneel, maar op andere manieren dan. Maar ik ween ook als ik boos word. Als ik zo heel boos word of heel geïrriteerd, dan begin ook. Ik ook te wenen. Ik ween als wel Cristiano Ronaldo scoort. Heeft hij gescoord eigenlijk? Heeft hij gespeeld? Nee. Heeft hij gespeeld, ja. Die heeft al 5 golen gemaakt in 4 matchen. Op zijn 36e. Echt, hè? Kom, Enzo Dante. Die komt naar de Premier League. Op zijn 6e. Dat is de moeilijkste league in de wereld. Het begint te scheuren daar. Op zijn 6e. Daarom is dat de goat. Want sterk, Messi wel. Gaat naar Parijs. Naar zijn comfortzone. Die heeft nog niks gedaan. 60 minuten gaat hij daar afkrampen en zo. Maar die is gewoon niet content met die club, denk ik. Jawel, jawel. Die is wel content, maar... Die voelt zich daar niet thuis gewoon. Maar wie? Ook toen hij van het veld werd gehaald, hij geen dag was er en zo. Ja. Wie? Messi. Ja. In Parijs. Maar het probleem met Messi is... Die heeft altijd in Spanje gespeeld. Dus die is nu in een andere omgeving. Ja. Die is out of zijn zone. Die is ook niet de meest sociale, denk ik. Nee. Maar Ronaldo... Ronaldo... Maar Ronaldo... Die gaat... Maar Ronaldo is Kobe, maat. Ronaldo is Kobe. Voilà. Dat is een verschil. En Messi is een Steph Curry. Meeste talent. Ik denk dat het een goede analogie is, ik weet niet. Maar dat is ook Messi, maar Kobe, dat is een Ronaldo, Jordan, Kobe, dat is een ander niveau. Dat is een andere. Basketbal. Totaal niet. Dat zijn de goats van basketbal. Ja. Dat is een mentaliteit, dat is een discipline elite. Die unmatchable is. Voilà. En zo, rest in peace, Kobe. Dat weet je misschien wel. Met zijn crash. Dat was wel heel erg. Ja, ik wil een dikke shout-out doen naar al mijn Marokkanen. Want ik heb hem geruist de vorige aflevering. Snap je dat wat ik zeg? Ik heb reacties gehad, broer. Vraag hem. Ik wist dat. Match. Ja. Ik kom binnen. Hé, hey, broer. Mijn sortie ook nog van elkaar. Maar, denk je dat ik mij heb laten intimideren? Nee, sowieso niet, man. Ja. Hey, die was wel vriendelijk, hè. Wie was ik dat? Vertel dat nu een beetje gedramatiseerd. Wie ik weet nog niet wie dat was. Ik ken bijna iedereen van sortie. Broer, je zit echt grappig, je doet het goed. Maar waarom zeg je dat over Marokkaan nu? Snap je? Ga zoiets dichterbij. Ik zei een soort Marokkanen. Gucci-tas en zo. Broer, die jongen haalt Gucci-tas uit. Maar wel origineel moet ik zeggen. Die was kwaliteit. Oké, deze kan nog door de beugel. Een bepaalde soort Marokkanen. Je kijkt 5 seconden, die kijken direct zo. Hey, wat? Yeah. Die mensen heb ik niet gelijk. En ik kom ervoor uit. Die zegt dat gewoon opnieuw gekend. Die had zo gezegd. Maar zij doet tegen die zegt opnieuw. Niet naar Brussel komen dan. Ja, dat is waar. Maar ja, ik ga over. Maar als die met 10 man voor me komen, ik vlieg daarin. Ik pak de leider aan. Want wat is dat? Dat is iets psychologie. Je moet de leider aanvallen, zodat de anderen schrik krijgen. Oh, de leider is daar. Maar tegen 10 man, ik denk eerlijk gezegd. Die maak me af. Tegen 10 man. Maar tegen 10 man moet je ook niet vechten. Je moet dat is waar. Tegen 10 man moet je weglopen. Nee, ook. 10 man moet je gewoon weglopen. Maar van een statement maken. Staan veters binnen. Ik ken Alexander de Croo. Die komt je halen of zoiets. Maar dat boeit hun toch niet. Ik ken Jurgen Konings of zoiets. Ik ken iemand. Maar Jurgen Koning is dood. Rest in peace. Rest in peace. Ja. Ik vond dat zo erg. Pour one out voor u. Ik ga me daarover niet uitspreken. Ze komt de overheid me halen. Over wat hij heeft gedaan, was daarvan. Maar die man is dood. Dat is waar. Ja. En daar heb ik sympathie voor. Elke ziel die verloren is, is een ziel te veel. En zo naar die Mgharbas. En zo naar Marokka. We weten dat hij daar naar kijkt. Ik iedereen, maar... Behalve naar die soort Marokkaan. Maar je weet maar welke wat soort. Ik wil zeggen, eerlijk gezegd, je kunt datzelfde soort bij elke bevolking. Dat is bij elke bevolking, uithalen, toch? Heb je nooit, toen je iets jonger was, een busstation, dit, dat. Rafaela. Maar ik... Maar ik ben van Waterloo, dus ik ging vaak naar Brussel, dus ik heb dat allemaal gezien, maar ik ben daar gewoon aan. Voilà. Dus je hebt niets extreems meegemaakt dan? Ja, als mij iets niet aanstond, doe ik mijn mond ook gewoon open. Wat gaan ze doen met slagen? Nee, ja. Dat gebeurt ook wel, hoor. Ja, pas die op. Soort, daar horen Turken bij, Surinamers. Maar daar horen ook gewoon Belgen bij. Ook Belgen, ja. Ah. Want misschien is het minder. Die zijn wat braver. Dat is niet waar. Nee. Belgen gaan nu misschien met Belgen zijn sneaky. Ja, voilà, dat is wat ik ging zeggen. Sneaky. Gringos. Jens. Gringos is je soort, maat. Jens is ook een Belg, maar hij is wel moslim. Hij is zo naar Jens. Dat is een Jens aka Bilen. Mijn neef in de building. Ik zal ook even kwijt. Dus dat is fijn. Mensen, cancel me niet alsjeblieft.
Ja, volgende keer als je naar sortie gaat, word je misschien... Dus wat, hoe heb je dat geregeld? Dus je hebt gewoon gezegd van, man, ik... broer, zo. Zeg, oké. Ja. Zo simpel. Man, ik ga die confrontatie aan. Weet je waarom? Alles wat ik zeg, ik meen dat. Ik ga niet hier iets zeveren. Nu, weet je dat, ja. Dan kan ik toch buiten niet, zeggen. Het is ook niet dat we zijn niet elke dag aan filmen. We zijn niet elke week aan filmen. Uiteindelijk zijn we hier gewoon aan het praten. Ja. Snap je? We zijn, in ons comfort zone. Het is ook niet dat we elk ding dat we zeggen. Allee, ik persoonlijk. Het is niet dat alles wat ik zeg, dat ik daar 100% achter sta. Net zoals niemand. Waarschijnlijk. Weet je gevaccineerd, Rafaela? Ja. Welke? Pfizer? Pfizer. Dubbel. Yep. Puur voor de vrijheid, voor daarna alles te kunnen doen. Meesten doen dat daardoor. Dat is de enige reden. Anders zou ik het niet hebben gedaan. Want ik heb COVID gehad en ik was 10 keer zo ziek van mijn vaccin dan van COVID. Dus ja. Ik vind dat zo jammer dat je dat dan toch hebt laten doen. Maar ik begreep die... Maar ik had mijn eerste sowieso al gezet voor ik COVID had. Ah, oké. Dus, en ik wist dat ze gingen beginnen met... In Brussel is het COVID-70. Ja. Ik ga me niet elke week laten testen. Voilà. Ik ga niet elke week €70 door eruit gooien. Plus, en gewoon die dingen in je neus stoppen. Wat er allemaal nieuws gebeurt. Heb je al laten testen? Ja, zeker. Ik heb maar zeven keer al getest of zo. Daarom zijn misschien... Ik zou me gewoon vaccineren. Hoe? Zijn jullie gevaccineerd? Ja. Sinan is niet gevaccineerd. Ik ben niet gevaccineerd. Die zegt broer, ik wil dat niet zeggen. Die gaan me doodmaken. Maar je zegt elke aflevering. Maar nee, dat is ik heb schrik daarvan. Niet gevaccineerd. Maar die zien dat toch ook gewoon als met uw ID en zo, dat je niet gevaccineerd bent, dus... Dat is niet waar. Uiteindelijk gaat dat zo waarschijnlijk gezien worden. Maar jullie hebben een vaccin, dus... Ik ben wel gevaccineerd. Nu komt er een boostershot. En in Amerika zal dat om... En zo naar Trump. Dat je als je volledig gevaccineerd wordt... Het is toch Biden? Ja, oké, maar... Nee, eigenlijk niet. Trump is nog altijd de president, maar Biden heeft dat gestolen. Dat je de derde ook moet krijgen. Maar dat zijn ze in België aan het zien voor de 65-plussers. Nee, maar hier gaat het ook voor je pasje, als je volledig gevaccineerd wilt worden, voor die groene... Dat maar dat hebben we nu al. Dat je die verified check krijgt van de vaccinated people. Nu is het alleen voor de mensen die immuundinges hebben en zo. Ja, maar ik heb mijn herstelcertificaat ook tot januari, omdat ik COVID heb gehad. Maar ik heb toch mijn vaccin ook moeten laten zetten. Voor u is het anders als Lipton zegt waar is je vaccin. Dat is ik heb dat gewoon gedaan, omdat als ik iets wil gaan drinken of iets wil gaan eten, ik ga niet voor op restaurant gaan een COVID-test doen. Sorry. Maar ik wil afwachten tot de horeca zegt, hoe zit dat hier? En dat ze eigenlijk gaan afschaffen. Eigenlijk is dat... Maar ik heb wel al geweten dat de COVID safe app niet degelijk werkt. Je kunt heel makkelijk gewoon zo mee met anders zijn ding doen. Ah, en weet je hoeveel mensen gevaarlijk. Zijn dat is heel gevaarlijk. Ik denk als je dat doet ook, dat je zwaar... België straft zwaar op zulke dingen. Maar wat vind je daar... moreel over? Dat ze dat zo allemaal verplichten. Dit en dat. Dus en zo. Broer en... Maar wat ik gewoon heel erg vind, is dat ze hebben beloofd aan de jongeren, van zodra dat de ouderen gevaccineerd zijn, krijgt de jongeren hun vrijheid. Want als je aan alle jongeren had gezegd van, willen jullie gaan vaccineren, zeggen die nee. Hè. Als dat niet verplicht was, want ze noemen het niet verplicht, maar het is wel verplicht, want ze zeggen, de ongevaccineerden gaan boeten, zogezegd. Ja. Het is een pandemie van de ongevaccineerden. Volgens. Ja. Nu zijn ze kinderen aan vaccineren. Maar mijn vraag aan die mensen is... Als je toch zoveel gelooft in die vaccin, waarom heb je dan schrik van mee? Je gaat toch niet in ziekenhuis belanden, zo gezegd. Oké, okay, ik beland... Dit is gewoon met je leven, toch? Ik denk dat dat... Maar mijn beste vriendin was 2 keer gevaccineerd, heeft ook gewoon nog COVID gehad, voilà. Was ook nog ziek. Dat is ook zo. Dat is... Je kunt nog altijd... Ik denk dat we gaan die narrative... Dus het vaccin zou u helpen... Om niet in het ziekenhuis te raken. Ik denk wel, ik geloof wel, mensen dat nu, oudere mensen of mensen risicopatiënten dat nu COVID hebben, dat dat vaccin wel helpt, dat ze niet sterven gaan. De mensen dat nu nog in het ziekenhuis nu geraken, zijn denk ik een beetje de mensen dat anders zouden sterven. Ja. Dat was ook heel de bedoeling in het begin. Protect the elderly. Flatten the curve. Op 2 weken. Maar kijk waar we nu zijn. Mag geen cola gaan drinken zonder vaccin. Ja, dat is... Allemaal zo ver gekomen. Ja, weet je wat dat is? Ik denk, uiteindelijk gaat... Het gaat gaan tot waar we het laten gaan, denk ik dat het zo is. Ik denk dat iedereen het ook gewoon gaat laten gebeuren. Dat is ook zo. Eindelijk heb je iets goeds gezegd daarover. Maar dus ik ben nooit voor die pasjes geweest en zo. Ik ben nooit voor die extra controle geweest. Voor mij interesseert dat geen reet dat jij niet gevaccineerd bent. Maar waarom doen we daar niks aan? Als burgers. Ik heb daar niet genoeg... interesseert me niet zo fel ook niet. Wel, eigenlijk, ja, dat is hoe je bent. Persoonlijk, hè? Ja. Ik ben geen revolutionair, zo fel. Ik ben... Niet dat ik dat ga doen, hè, maar... Ik ben egoïstisch, denk ik. Maar ik zie echt niet heel de wereld of België een protest doen daartegen. Dat gaat niet gebeuren. Maar Frank, in Australië... Ja, een andere kant van de wereld gebruikt.
Maar genoeg over COVID. Mensen, laat u vaccineren alsjeblieft. Als je dan nee, als je het zelf als wilt. Als je dat wilt, ja. Ja, daarom. Als je dat wilt... Kijk, hij is niet gevaccineerd. Hij zegt tegen mensen, laat u vaccineren. Dat hoeft niet. Ik ben gevaccineerd en mensen doen wat je wilt, vind ik. Nee, van. Mensen, laat u vaccineren. Ik hoop dat België 99,999% is gevaccineerd. Dat ik de enige ben. Kom mee allemaal besmetten. Nee, maar die gaan u toch goed. Dan gaan ze u echt komen halen en zeggen, moet u laten vaccineren. Als ze dat doen, haal ik mijn ganus naar boven. Nee, maar ik denk niemand dat er gewoon heel veel regels gaan komen, waardoor dat je er niet meer onderuit kunt. Ze biedt zeggen, ze mag niet meer naar de supermarkt zonder maar vaccin. Dat is, ik ben... Kijk, daar is een kipcurie. Ik ben anders... ik ben... Mijn gedachtegoed is anders. Ik ga wel op een berg. Ik heb dat 100 keer gezegd. Ik ga desnoods op een berg leven. In een boerderij. Off the grid. Shout-out Kanye. Dikke liedje op de nieuwe album. Samen met Roddy. Off the grid, great. Was dat met Roddy? Dat weet ik niet. Ik leef wel zo. Ah, nee. Ik moet niks in mijn leven. Ik wil geen spuitje mee. Wil ik gewoon niet. Je hebt al 100 spuitjes gehad, heel je leven lang. Dat is en nu niet heb je dan een probleem. Dat is niet waar. Toen ik klein was, ja. Ik begrijp dat je nu geen spijtje wilt, omdat je wilt dat niet tegen iets wat je nog nooit hebt gehad of wat je misschien nooit gaat krijgen, dus dat begrijp ik. Broer, ik wil ook geen griepvaccin. Die zijn 100% safe. Ja, maar van de griep is wel, word je zeker van de griep. Ja, maar die werkt. Ik heb helemaal geen complottheorie over griepvaccins. Maar nee, die wil ik ook niet. Ja, geen complottheorie. Maar broer, in 2017 en zo wou ik die ook niet. Toen dacht ik, wat? We hebben toch een immuunsysteem? Waarvoor dient die? God dacht van, we gaan hier iets maken. Zo. Wonderful, een immuunsysteem, die detecteert een bacterie, die gaat die aanvallen. En opeens moet Bill Gates en heel die gang weten hoe ze mee moeten beschermen. Gates. God weet het niet, Bill Gates wel. Science gewoon, een beetje. Je kunt het altijd zo zeggen. Bill Gates is geen dokter, hij is een computer scientist. We zullen wel zien waar dat eindigt. Voilà. En ik wil wachten, lange termijn. Ik zeg niet dat jullie allemaal gaan neervallen. Ik denk dat er ook wel iets van gaat komen. Denk je zo bijvoorbeeld een nieuwe ziekte uitbraken? Nee, misschien gaat je zwakker worden. Je gaat meer ziek worden met normale Ik denk, quote. Ik als vrouw had wel schrik voor zo'n zwangerschappen en zo. Veel vrouwen, hoor. Zo. Daar heb ik wel heel veel schrik. Maar ik denk misschien... ook van, ze gaan niet al de vrouwen hun ding... Allee, ze willen ook nog dat er nog een bevolking komt, denk ik dan ook. Oh, dat, was just, allee, dat is misschien weer complottheorie en zo. Dat is niet misschien, dat is complottheorie. Maar dan gaat je niet iedereen gaan vaccineren. Als je dat echt wil, een mindere wereldbevolking, gaat je niet alle vrouwen gaan... Misschien, dat ze geen kinderen meer kunnen. Misschien werken die vaccins op zo'n manier dat ze de zwakken eruit halen. Dus maar nee, dat heeft COVID toch gedaan. COVID heeft toch de zwakker uitgehaald. Dat geloof ik ook niet, eigenlijk. Dat al die mensen die dood dat zijn denk gegaan, ik wel. Dat al die mensen die dood zijn gegaan van COVID, of dat wel effectief COVID was. Dat weet ik dat, niet. Nee, dat niet. Nee, maar ik denk... Wat bedoel ik dus? Want ik ben de enige hier aan tafel. Maar wacht even, ik moet even binnenspringen. Nu, sowieso, ik zou niet zeggen dat de mensen die zijn overleden aan COVID, mensen waren met een zwakker immuunsysteem, want COVID viel randomly aan. Het kan zijn dat jij supergezond was en de andere roker was alcoholieker. Dus, oké, in het algemeen heeft die persoon langs u wel meer kans, maar het kan zijn dat jij de ex zijn ook kreeg gewoon van COVID. Aandoeningen dat je soms ook niet weet dat je hebt. Kijk, immuunsysteem, een persoon met een heel sterk immuunsysteem kan ervan doodgaan. Waarom? Je immuunsysteem kan een overdrive gaan. Dat die te hard, nee, je kunt ook gewoon een hartaandoening of een longaandoening hebben waarvan jij niet weet. Voilà. Maar stel dat je dat niet hebt. Dus dat je immuunsysteem zo savage is, die zo hard gaat werken, want koorts start als je immuunsysteem begint te werken. Ja. Dat die koorts zo hoog gaat, dat je zo sterft. Maar dat is een uitzonderlijke gevallen. Genoeg over COVID. Mensen, laat jullie vaccineren. Als je dat wil. Be safe, stay safe. En om 8 uur gaan we met z'n allemaal klappen voor de zorg. Dat was zo cringe. Weet je dat? Ik weet dat niet. Iedereen. Ik heb dat eerlijk gezegd niet gedaan. Ik zag mij niet uit mijn deur gaan klappen. Ik denk dat als je dat gewoon voor jezelf deed, dat je daar respect voor had, dat dat veel meer deed dan te gaan klappen. Ja, ik denk dat de bedoeling was om... hard onder de hart. En ik denk, stel je voor dat jij in de zorg werkt, en je zegt... Oké, maar als je dat... En dan hoort iedereen klappen, en dan denk je, iedereen gaat klappen voor mij in de avond. Dat is mooi als je dat in het ziekenhuis gaat doen, maar als je dat 10 straten van het ziekenhuis gaat doen, hoort toch niemand dat? Ja, als er zorgwerkers in de buurt werken. Weet je waar ik nachtmerries van kreeg? Als ik die kerk hoor, hè, ik word paranoia. Om de half uur hier. Nee, ja. Hier om de half uur. Maar... Mensen, dit is echt een noodkreet nu. Ik ga wenen. Toen bij de eerste golf, we mochten gaan wandelen met 2. Weet je nog? Ja. Voor de Gette Straat. Ghost Town. Ja. Dat was wel echt. Dat was echt. En dan kom je naar huis. Het is 8 uur.
die kerk begint. Voor de zorg. En dan waren er zo nieuws, er zo'n satellieten waren, hè? Dat was van Elon Musk. Ja, dat er aliens zijn of zoiets. Broer, wat rare tijden. Toen had de Weeknd zijn album gedropt. Elke liedje die ik hoor op die album, ik moet daaraan denken. Dat gaat ook altijd zo hebben, die gedachte. Dat is gewoon dat even Mark gelaten, dat het nooit weggaat. Dus die kerk mag nu stoppen, alsjeblieft. Het is om 12 alsof ik uur zo de duivel ben. Ik om 12 uur danst die kerk, die kloktoren. Hebben jullie dan? Hebben jullie zo geen rare nasmaak van die... Ah, het is 12 uur, denk ik niet. Broer, ik voel een exorcist. Het ik is 12 uur, zit je? Ik hoor de kerk. Nee, die kerk, jullie hoorden dat misschien niet, maar op de achtergrond, elke middag om 12 uur, die kerk, en om 6 uur is dat ook, denk ik, die kerktoren, die amuseert zich even, klokkentoren. Hamert in mijn hersenen. Ik vind het ook niet zo leuk om het zo'n... Ik vind de persoon niet zo leuk omdat ik te veel tijdsbesef heb, zo. Om de half uur word ik eraan herinnerd hoe laat het is. Maar misschien is dat goed, toch? Wat heb ik nu gedaan dat ik wil soms mijn kop kunnen uitzetten, Netjes. Snap je? Ik wil niet altijd naar de tijd moeten hoeven kijken. Ik wil zeggen. Ik wil niet altijd hoeven weten hoe laat het is. Ik heb op werk. Als ik werk, hè. Ja, bijvoorbeeld. Soms staan we op een afdeling waar je de hele dag staat in je eigen celke. Die klok gaat me niet voorbij. Ik heb een scherm voor je. Dus ik maak zo'n papier altijd. Ik schrijf daar 10 uur op. Ik plak die daarop. Dat is altijd 10 uur voor mij. En dat helpt hoor. Ik kijk mee, het is al 2 uur voorbij. Als ik dat niet had gedaan, om de minuut kijk je. Ja, dat is zo. Ik werk bij Nike, by the way. Esson en Nike. Ik denk dat veel mensen zelfs gaan kijken. Ik heb veel fans, denk ik. En voilà. Kent je Esme? Ipanema. Een Ipema. Dat is gewoon een stem. Wow. Ik heb foto's nodig, ik herken mensen niet bij naam. Met wat? Die had op, ik herken mensen niet vaak bij naam. Die had op Love Island seks gehad. Live. Lisa? Nee, Esmee. Dat waren twee dinges. Tweelingzusjes. Dat is Ex on the Beach. Ja? Dat is toch niet Love Island? Ik zei Love Island. Ik zei niet Love Island. Jawel. Ik zei Love Island. Man. Jojo. Als ik Love Island zeg, roos me nu. En een clip van 10 seconden. Dus, zij werkt Nike. Die heeft 160.000 volgers. Ja. Ik zie haar soms, dat die kijkt naar mij. Ja, maar dan vind ik dat wel sterk. Bijvoorbeeld, kijk, hè? 160.000 volgers en die kan er niet van leven dan. Ja, maar dat is geen Raffaella. Daarom. Die is oliedom. Dat is een Hollander. Ik zei natuurlijk, maar die heeft seks. Niemand heeft dat ooit gedaan. Echt seks. On air, on the show. Dus die heeft geen zelfrespect. Ja. Kijk. Die heeft minder likes als u per foto. Ja. En die heeft dubbel. Ja, nou, drie dubbel. Dat betekent. Nee, dat is dubbel, zei. Niet bijna drie dubbel. Die kent je 100%, want je zit in ja, maar scene. Ja, ik weet hoe dat is. Dus ze werkt bij Nike. Omdat tijdens COVID kreeg hij niet veel aanbiedingen. Ja, ik moet even strijden. Maar die is daar nog altijd. Dus ik neem maar misschien is dat wel een mooie bonus, maar ik weet dan niet hoe dat ze dat combineert. Haar opdrachten betaalt hij dat dan in het zwart? Esmee. Omdat hij dan te veel verdient anders of maar nee, want je kunt niet en als werknemer en als zelfstandige. Ja. Want zit geen nu zelfstandige dan? Zit geen zelfstandige in hoofdberoep? Ja. Maar daar betaalt je toch ook wel goed aan? Dat is ook een 200-300 euro per maand, hè? Ja, maar ik heb mij nu naar een besloten vennootschap gedaan. Okay. Maar dat is echt een business of wat? Ik zie de ondernemer nu als je zo praat. Ja, je zit me niet achter een bureau, ik net terug. Ja, maar dat is goed ook. Nee, ik heb dat altijd. Ik was ook geen studiepersoon. Totaal niet. Ik kon ook niet mijn leerkracht om. Nee, ik had altijd heel veel een mening. En ik vond dat ook bijvoorbeeld, als je naar het toilet moet. Waarom mocht je niet naar het toilet? Moet ik in mijn broek plassen of zo? Leerkracht, hoe zit dat hier, ja, met jullie draconische maatregelen? Maar ik vind... allemaal leerkrachten. Nee. Ik heb wel een paar leuke leerkrachten gehad, maar ook een paar dat ik echt dacht... Ik ook. Iedereen heeft die ervaring al. Wie was uw fijnste leerkracht? Ik heb er wel een aantal. Geef de ik heb er één. Ik heb ook leerkracht Frans. Mevrouw Misgaard. Mijn was MAVO, Antonissen. Die was altijd zat. Maar die man had veel problemen. Die was zo vriendelijk, hè. En die klas was zo toxic, hè. Die had nooit geschreven of zo. Nooit. Ja. Jongens, dit, dat. Die was die zat in de les? Die was niet zat, maar die had veel problemen. En soms, als hij zo langs je kwam... Vind je dat dan? Ja, echt? Van een rode neus? Nee, niet rode neus. Okay. Die was wel sober, maar die had een drankprobleem. Uh-huh. Daarom dat hij misschien zo was.
En zo'n Alphonse. Ga help zoeken als je. Is misschien nu of oud, ik weet niet. Kan. Dat is al 15 jaar geleden. Ik ben ook al oud, hè? Ooit denk ik dat ik ben. Als je zegt 15 jaar geleden. Echt waar, 15? Ik ben 34. Dan ben ik toch een baby? Dat is waar. Nee, ik ben 28. Ja. Ik ben 25. Hm. Maar wie ziet er dikker uit? Eerlijk zijn. Dat vraag ik aan elke gast. Maar. Dat is geen body shaming. Je doet dat gewoon. Jawel, dat is body shaming. Dat is echt body shaming. Iemand is dikker, broer. Eerlijk. Nee, ik mag. Komt dan morgen in de krant, Rafaela, niet iemand dik. Ik mag dat. Maar laten we deze debate once and for all settelen. Maar we hebben deze. We vragen dat misschien maar het zonder vier gasten. Maar dat hangt toch ook gewoon af wie groter is en zo. Hij is groter. Hij is langer. Hij is dus hangt toch gewoon van dat langer. Ook gewoon af? En van uw spiermassa en heel dat? Ik heb meer spieren als hem. Dat kan goed zijn. Ik heb helemaal geen spieren. Ik heb wel een spier. Ik beloof ja. Ik plooi u? Ik beloof u dat ik. Ja, okay. Ik plooi u ook wel. Oké. Okay. Ja. Over plooien gesproken. Maar dan. Geen nog topics. Nee, hoe lang zitten we nu? 40 minuten, maar we kunnen nog even doorgaan. Kunnen... Een kwartier. Ja. Over Emma heb ik niet goed gesproken eigenlijk. Dat we over Emma, want die gaat komen, denk ik. Ja. Die gaat komen. Komt hij? Ja, die gaat waarschijnlijk komen. Waarschijnlijk. Maar er gaan nog gekke gasten komen. Anuna de Wever en zo. Ja. Kent je klimaat. Haar? Ah, voilà. Ja. Over Anuna gesproken. Dat is wel Anuna. Anuna heeft Gert verhulst. Nee, heeft hij gebashed. Wat heeft hij gezegd? Witte, oude, heteroman. Ja, witte, en zelfs van de meest linkse redacties heeft Anuna heel veel kritiek gehad. Echt? Dan moet je wel weten dat dat fataal is. Ja, maar nee, dat is niet zo. Dan moet je weten dat met wie je bezig bent, denk ik. Maar dat ook, dat is gewoon Gert Verhulst. Ja, Gert Verhulst is gewoon een legend. Maar Gert Verhulst... Hoe kan je hem roosten? Maar die man heeft het ook gewoon gemaakt. Hoezo gaat hij die bestje? Die doet toch ook gewoon niemand van. Die heeft gewoon plopsalam. Ja. Nu, ik zou zeggen, ik weet waarom. Hij gaat zich uit over klimaat. Weet je wat dat is, hè? Gert Verhulst is eigenlijk... Waarom zegt hij witte, oude, rijke... Hetero. Dat is zo de typische... Rijke man. Nee, dat is zo de typische... De Harvey Weinstein, de... Ja, oké. Ik zeg maar zo. De Jeffrey. Dat zijn... Esso's. Nee. Veel Esso's, maar naar Jeffrey Epstein komt er hier geen Esso. Poor one out well. R.I.P. Ja, dus Gert Verhulst zegt van... Wij mogen niks niet meer zeggen deze dagen. Maar ik vind Gert Verhulst... Ik vind goed hoe die ermee omgaat. En lacht ermee. En ook zijn gedachtegang, die is niet zo links, liberaal. Maar hij weet toch, met alles wat hij heeft bereikt, wat gaat hij kijken naar voor hem, een klein meisje dat voor het klimaat opkomt? Ik denk wel dat hij dat zo. Ik denk dat hij vindt. Gewoon zo denkt van, ja, wat boeit mij dat? Die heeft mij gratis reclame gemaakt uiteindelijk. Ja. Maar ik denk dat hij dat wel belangrijk vindt, wat de jeugd over hem denkt. En ik denk maar uiteindelijk denkt niemand slecht over hem. Dat is ook het hele punt. Dat is gewoon een legend, dat is iedereen zijn... Ja. Ik vind zijn programma, gezegd, de Verhulstjes, dat programma... Dat is fijn, ik kijk daar niet, maar Koek en Verhulst kijk dan wel toe. Waar kijk je dat, de Verhulst? Ik kijk dat gewoon op tv. Is dat opnieuw op 4 maar of 5? Ik kan, ja, op 4 denk ik. Maar ik heb aan tv, maar ik heb die... Dat is echt superleuk. We zijn echt grappig. Die familie is echt ziek lachen. Ja, in de avond en zo komt het allemaal. Dat is zo droge humor. Bro, Gert zijn humor. Ja, maar Gert is grappig. Ja, ik weet. Dat is gewoon, ik denk dat ook wel een fijne man is in omgang. Ja, of bijvoorbeeld de Koek en Verhulst show, hè. Maar dat is gewoon zalig. Een podcast, hè. Dat is gewoon een podcast op tv. Kent je Koen Krikke? Ja. En mijn boek gaat op de show. En hij zei dat hij buiten de camera's gewoon een legend is. Je kunt hem bellen. Ik denk dat hij dat ziet nog altijd. Ja. En ik denk dat, zoals je zegt, die relatability, zelfs op zijn niveau, kan hij dat nog altijd... Ik denk dat hij nog heel hard zo zijn privé en zijn werk kan gescheiden houden. Ik denk dat hij gewoon heel veel respect heeft voor mensen ook. Ja. En ik denk dat ook van waar dat hij komt, hij heeft er gewoon heel hard zelf voor gewerkt, denk ik. Want ik denk niet ook niet dat hij eruit... Ik denk niet dat hij uit een rijk gezin of zo kwam. Nee, want hij was gewoon een journalist. Ja, zo. En, was hij een journalist voor in alles? In 1991 of zo was hij gewoon nieuwsuitzendingen doen. Nee, ja. Die was al in die milieu en toen... Is hij een hond gekocht en die hond die kon praten. Koen Krikke heeft dat verteld. En je moet eens kijken, als je gewoon lacht, de allereerste Samsons stem. Ja, Gertje. Alsof dan... Drunk man is in Moskou. Ja, Gertje. Schappig. En zo naar Gert. Dus. En zo naar Gert. En nu nog.
Ik denk dat je die daarvoor, want uiteindelijk heeft ze ook wel heel goed, veel goed gedaan. Ze heeft voor het klimaat willen opkomen, wat wel goed is. Maar ik denk die dat je... passie, dat kan ik respecteren. Maar ja. je mag niet zo iemand helemaal kapot willen maken door dat te zeggen. Ik weet niet wat ze daar haar bedoeling daar per se mee was. Maar ik denk dat je die ook niet... Dat is een jong meisje, die maakt een fout. Je moet daar ook kunnen vergeven. Ik denk dat hij dat goed heeft gezegd. Want misschien heeft zij een beeld, of hij, of hoe moet het haar noemen? She, her, it, oh. X. En zij zijn dingen. Hij wil toch genderneutraal? Ja, maar hoe moet ik zeggen? Haar naam gewoon. Anuna. Ja. Maar kan ik niet zeggen zij of she, her, it, het. Maar dat is toch ook geen het? Poetin draait zich om zijn graf. Ik wil jullie niet besmetten als ongevaccineerden. Dus... Dat is ook geen het, want het is geen ding. Iets is een ding. Ja, oké. Wat is het nu? Ziet je? Maar gewoon die... naam? Hoe naam? Ja, gewoon Anuna. Heeft die geen... Anuna? Maar ik weet wel wat jij wat zei. Je kunt haar dan nooit op die manier aanspreken. Maar dat is wel een manier, denk ik. Uitspreek. Stel, ik weet geen... niet wat zij eigenlijk she, her, zeggen die dan of van? She and her. Maar dat is toch ook raar om een heel verhaal te vertellen? Zo? Elke keer moet zeggen. Ja. Zo, ik vind... Nee, hoe wil jij dan doen? Anuna, ik zeg nu nog een keer zij. Geef me die zijpas. Doe een zij slash hij dan, als dat beter is. Ja. Maar ah, voilà, hij is... Hij is... Double gender, toch? Of gender neutral, denk ik. Gender neutral. Maar ik weet niet, hè, maar na die ja, Emma Reel, is dat X dan. Na die Emma Reel, hè, vol volgers met ja. Sheer en... Ah, they. They. Wat was they in Nederlands? Zij. Wat? Zij. They, zij. Maar zij van... Meer maar zij, ja. Meer wat. Dus they heeft... Deze kan ik. Gewoon verder doen. They? Oké, maar they heeft... Dat gaat eigenlijk niet. Wacht. Hij heeft Gert verrast geroost. Mm-hmm. Maar die weet niet dat Gert... Nee, maar hij weet niet. Tussen de mensen dat hij tegen steen heeft gebotst. Maar het Studio 100, dat is sterk. Dat is gewoon hier in België. Of in Vlaanderen. Dat is letterlijk top. Dat is niet de rijkste Belg, maar wel de meest bekende, denk ik, toch? Want de rijkste Belg is... Wie is de rijkste Belg? Tiense Suiker. Ah ja, dat kan. Die is multibillionair. Mm. En hij is ook nu... Eigenaar van Weight Watchers in Amerika. Ja, echt? Dat is gewoon van die Belg. Die heeft daarin geïnvesteerd. Dat kan. 20 biljoen waard. Nee, ja. Die is in die topniveau. Dat is wel sterk. Wat is dat met een biljoen, Rafaela? Investeren zou het dan ook meer worden. Oké. Maar je weet toch hoe biljoen het eerste, maar, met geld. Ja, maar het eerste wat ik wil kopen als ik 25 ben, als ik echt mijn geld heb, is een Range Rover. Mooie auto's. Dat heb ik altijd gezegd, op mijn 25 wil ik een Range Rover. Hoeveel kost ze? Honderd kuikens. Evoque is lelijk, maar een sport moet gaan als je Range Rover haalt. Mooi. Dat is te klein. Je moet, nee, je moet even een Range Rover Sport halen, die zo vierkantig zijn een beetje. Ik zie mij meer in een Evoque. Ja, ik vind dat, ja, maar voor vrouwen misschien, ja. Maar jij, Evoque... Voor mij moet je een baas. Maar zo'n sport, ik denk dat je 90.000 zeker kwijt zit. Ik heb liever dat als een Porsche of zo. Wat, een Porsche? Ik heb liever een Range Rover als een Porsche. Ja, dat begrijp ik. Ik heb nooit die Range Rover hype begrepen. Ik heb wel. Ja, ik heb dat echt, maar ik heb dat al sinds heel jong. Maar waarom is het zo? Ik heb ook graag Range Rovers van jongens ervan. Hoe? Ik vind die auto's gewoon niet mooi, broer. Maar als je Denzel heeft twee Ferraris in de garage, maar die had naar de winkel met een dikke Range Rover. Dat is comfort. Dat is comfort, dat is luxe. Ik zie mij daar gewoon zoals later zo. Ja, maar voor 100k inrijden. Zou ik mijn patat van een Merrie halen? Welke? Maat gewoon, ik weet niet, G-klas, AMG. 100k heb je geen G-klas. Je hebt een G-klas, maar je hebt een sekke G-klas. G63 AMG? Nee, maat, 150k zit je dan kwijt. Maar als ik 100k heb, heb ik ook 150k. Ja, maar dan zijn we nu over 150k aan het praten, dan niet meer over 100. G63 AMG, price. Ja, price, dat is overal anders. Hè? Ik zou stokprijs in België zoeken dan. Hier, tweedehands. 160k. Tweedehands. Kijk deze. Ja, maar ik zou dat ook in het zwart nemen dan. In zwart? Duurder, dat weet ik niet. Ja, in het zwart, hè. Kijk, ik wil sowieso full... Oh, yes, wonder. Rafael, pull up to the black. Nee, maar dat is al... Dat is 170k. Met afbetalen 1700 euro per maand. Dante, je hebt het gehoord. Niet zo duur, hè. Daarom kopen Turken dat. Dat kost maar 1700 euro per maand. Dat is niet waar. 160.000 per week voor een voetballer. Staat, Dan praten we over... Maar die woont nog apart, want die woont die alleen dan? Die woont nu nog thuis, maar die gaat nu in Leuven wonen. Ah, in Leuven? Ja, in een appartement. En jij woont in Brussel. Oké, dat is nog dichtbij. Dante, kent hij zo bijvoorbeeld? Dries Mertens.
Maar persoonlijk? Nee, ja. Die zou wel toch een aantal topvoetballers persoonlijk kennen, hè? Ik denk dat waarschijnlijk wel. Dante, alsjeblieft regel ons een teken voetballer. Maar we willen echt zo'n voetballer van... Nou, die gem is uit. Ja, ik snap dat ook niet. Je zegt een regel 1 vriend. Maar ik zeg Dries Mertens, broer. Ja, maar Dries Mertens gaat niet komen. Napoli is Maradona niveau. Dries Mertens gaat niet komen. Jojo, kutty is in derde. Soms kan je echt niet nadenken. Jojo, niks kutten. Jojo, gooi dit goed. Nee, dat is arrogant. Wat maakt dat uit? Ja. Dat is zo grappig. Ik zeg het ook. Fella, zou Dante op de show komen? Ja. Dat zou wel nice zijn, broer. Dan hebben we eindelijk zijn voetbal. Denk dat wel. Ik zou nog geen voetbal gehad, denk ik. Broer, ik zou uren kunnen praten. Coach Ahmed, waar zijn we met die Jelle van Damme belofte? Coach Ahmed. Coach. Influencer. Coach. Ik denk dat ik die wel al heb gezien. Ja. Coach. Die wou Jelle van Damme regelen, maar er is niks van gekomen. Crisiscoach. Algerijn dat gezeten. Nee. Dat is wel echt nice. Echt naar Coach Ahmed. Broer, je weet toch, als er een voetballer komt, dat je constant over voetbal gaat praten? Dat je een beetje... Ja, ik kijk ook, sinds ik met hem ben, kijk ik elke dag voetbal. Ja. Dus ik moet wel... Heb je dat wel graag voetbal? Ja, maar mijn nichtje speelt bij de Red Flames en bij OHL. OHL is groot, OHL is... Red Flames is... De vrouwen. De vrouwenvoetbal. Ja. Rode vlammen. Die zijn wel goed. Ja. Zie je dat? Ja. Maar dat is ook zo, dat vind ik nog altijd, dat die nog altijd niet hetzelfde verdienen, of tenminste niet meer... Als we daarover gaan starten... Ik snap wel dat ze minder... Dat moeten verdienen? Nee, hetzelfde niet, want er gaan minder mensen naar kijken. Ja, dat is het probleem. Dat verdient minder geld. Ik vind dat gewoon niet... Oké, die moeten hetzelfde trainen, die moeten alles hetzelfde doen, maar die verdienen wel minder. En dat is... Ik snap dat ze minder verdienen, omdat er ook minder wordt naar gekeken. De truitjes worden minder gekocht, blablabla, minder aandacht voor. Maar waarom mogen zij er ook niet gewoon van kunnen leven? Maar maar één vrouw in België daarvan kan leven. Nee, ja, dat is waar. Ik werk ook harder dan de persoon die in de bureau zit. Maar die, hij of zij of die verdient meer. Dat is ik vind dat bij voetbal per se. Maar ik ben dat misschien. Of nee, sorry. Niemand gaat kijken wat ik daar doe in die proces. Maar wat zij of die doet in die kantoor, dat is belangrijker. Of meer waarde. Maar ik vind het wel niet normaal dat er maar één vrouw van kan leven. Dat was ik niet, en dat is wel dingen. Maar ik moet wel zeggen, zoals je zei, vrouwenvoetbal, vrouwensport in het algemeen verdienen minder maar geld. Maar puur omdat er minder wordt naar gekeken. Maar dat is echt, dat is jongens uit een lagere klasse, dat niet, ook niet zo bekend, verdienen meer dan de vrouwen. Hè? Weet je wat de mannen dan zouden kunnen doen? Al die topvoetballers, die zouden 1% van hun salaris allemaal gezamenlijk kunnen afstaan voor de vrouwen. Dan is dat nog niet genoeg. Ja, als je weet wat die mannen verdienen... Dan heb je het over meer dan 100 miljoen. Broer, De Bruyne verdient 40 miljoen per jaar. De Bruyne, zijn vader, gaat nooit... Ik ken een verhaal van De Bruyne. Vroeger, want ik werkte bij Sortie, en De Bruyne die kwam daar met zijn vrienden. Mensen roosten hoe je Sortie zegt bij mij. Hoe je dat zegt. Sortie. Dat is grappig. Dat is, Sortie. Ja. Dat is Waals, dus misschien zijn juist. Zeg eens Sortie. Maar Sortie van... Dat is een shisha-lounge. Ja. Maar die heet Sortie. Allee, de bedoeling ervan sortie. Is... Sortie. Nee, maar is Sortie van Sortie. Inderdaad. Ja. Sortie, nee. Sortie. Jij zegt op de Turkse manier. Jij zegt Turkse manier. Sortie. Dat is, zeg je Sortie. Niet maakt sortie. Niet uit. Kevin Verijn ging er vroeger... Die ging er vroeger met zijn vrienden en ik weet niet wat. Hè. En die splitte de check. Maar die werken toen al. Die verdienden ze toen al. Split de check op einde. Kom voor... 2 tonnensteinen, 22,50 euro. Is dat erg? Nee. Nee, voilà, dat is ook. Weet je waarom? Het is niet omdat iemand meer verdient dat hij per se meer moet gaan betalen. Maar als je met je vrienden... Als ik ben een professioneel voetballer, ik verdien bank. Mijn kameraden die werken hier en daar in de buurt. We gaan samen iets drinken. Ik heb die rekening, dat beloof ik u. Nee, maar waarom? Omdat dan gaan je vrienden enkel nog... Sorry, ik zou de indruk hebben dat mijn vrienden enkel dan meekomen omdat ik ga betalen. En jij gaat de schuldige zijn, omdat je altijd betaalt. Nee, ik vind Courtois dat het is toch niet omdat iemand meer verdient. Nee, die vrienden hebben moeten de decency hebben om te zeggen van Kevin, ik heb ook wel geld. Maar dat is iets anders. Maar ik zeg vanuit mij vertrek. Als ik maar merk dat na de 10 keer te doen, ik merk van mijn niemand stopt ooit zijn hand hier in de zak, of niemand doet zelfs. Niemand zegt er zelfs iets over. Ja, ik snap dat je dat wel eens ooit doet een keer. Allee, dat is wel tof. Allee, ik wil dat ook nu dat soms ook wel met mijn vriendin als ik iets drink, dat ik de rekening betaal. Maar ik vind niet dat omdat dat een voetballer is en dat hij meer verdient, of gewoon een persoon die meer verdient in zijn job, dat hij altijd moet betalen. Dat is gewoon, maar ik deel die mening. Ook al verdien ik billions, wil ik u ook zien betalen. Want ik ga je toch op je verjaardag een Ferrari halen ooit. Ik heb die geld.
Toch? Ja. Voor je goede vrienden. Maar anders gaat je ook niet meer gemotiveerd zijn om zelf nog dat geld voor te werken, denk ik. Ja. Als je het toch altijd krijgt. Maar dat is gewoon, ik vind dat moet een regel zijn. Je vrienden moeten ook betalen. En dat is een goed deal. Betaal gewoon 10 euro, want je gaat misschien een Rolex krijgen. Als City kampioen speelt. Bruyne koopt al zijn vrienden een Rolex. Nee, echt? Ja, ik zever maar eens. Okay. Maar ja, alle voetballers zijn niet zeven doodnormale jongens. Ja, is een... Maar ik denk dat er wel een paar zullen zijn met zo'n dikke nek. De Voer bijvoorbeeld was een eikel, blijkbaar. Echt? Steven de Voer. Echt? Die kwam versus binnen. Die dacht, heb ik gehoord van mensen. Ik denk dat er is al wel een deel... Er is in alles wel een deel goede mensen en in alle delen. Allee, dat is ook op gewoon werk. Ja, ik denk wel, als je op dat niveau geraakt, dat het wel moeilijk is voor sommige mensen om zichzelf te bedwingen. Maar ik vond het ook heel moeilijk om... Neem bijvoorbeeld met Dante te gaan, want iedereen heeft dat beeld van die voetballers, van bedriegers en dit. Ja, dat en vrouwen en dat milieu. En ik dacht eerst, niet doen. En ja. Nu zit je er toch in verzeild. Yep. Maar op hoop van zegen. Mensen... Yes. Rafaela, bedankt voor de komst. Met plezier. Ik hoop de toekomst voor herhaling vatbaar. Yep. Nou, we doen zo'n rerun van de gasten om de zoveel. Misschien als we zelf over een jaar of twee andere locatie zijn en zo, dat ze wat groter zijn. Ja. Tegen dan zit je ook... Maar vind je de locatie Kylie niet goed genoeg? De Vlaamse Kylie. Je lijkt op iemand. En mijn crab hier aan het filmen elke week. Die vindt dat niet goed genoeg. Die zegt de locatie veranderen. Nee, ik zeg niet dat niet goed genoeg is. Maar een studio zou wel leuk zijn. Mensen, als iemand een pand heeft liggen of zo, die we of kunnen als iemand een bag liggen. Gaat de check. Op wie lijkt die? Die lijkt op iemand. Een Engelse of Amerikaanse celebrity. Zeggen mensen ooit gelijk op haar of zo? Helemaal niks. Denk maar op wie heeft iemand nou gezegd? Maar er zijn ook geen... Carmen Electra. En ja, je had 1990 uit. En zo Def Jam icons. Maar... Ja, dat is gewoon makkelijk. Dat is gewoon iemand dan met donker haar en lichte ogen. Dat komt gewoon niet zo goed. Is dat origineel haar? Ja. Was al goed. Bedankt voor het kijken. Als je na deze urenlang praten wilt gaan kijken, gooi een like. Gooi een sub. Gooi een comment, we lezen die chat. Bij ons, maar Rafael heeft al genoeg. Dat mogen we ook altijd volgens, ja. Ja, Rafael, dingen zullen daar ook staan. Nu, ik denk niet dat je daar superveel van gaat bijkrijgen, maar... Dus we gaan nu twee reels of zo maken. Ben je reels? Van de episode en dan volgende week zondag. Volgende week zondag om 8 uur zal die normaal zijn online komen. En zo naar jullie allemaal. En zo naar Divi Viking. Zo Jojo. En zo... Naar alle wereldburgers. Inderdaad. Mensen, bedankt voor... Het gaat ook zo'n peace. Ding gedeeld, toch? Yep. International peace, ding. Bedankt voor het kijken. Vrede. Bedankt voor het kijken. Peace to all human beings.